Hey, wat leuk dat je kijkt. Welkom bij weer een nieuwe uitlegvideo van Math with Menno. Laten we beginnen. Deze video gaat over hellingsgetal berekenen. In deze video ga ik je laten zien wat een hellingsgetal is en we gaan een aantal voorbeelden bespreken waarin we een hellingsgetal moeten berekenen. Maar eerst, wat is precies een hellingsgetal? Als je de stijlheid van een helling wil weten, dan kun je dat aangeven met behulp van het hellingsgetal. Het hellingsgetal geeft dus aan hoe stijl een helling is. Dus laten we even kijken naar een voorbeeldje. Stel je hebt hier iemand en die persoon die fietst tegen de berg op. En hij wil graag weten hoe stijl is de helling van die berg. Hoe kun je daar dan achter komen? Nou, dan kun je van die berg een rechthoekige driehoek maken. Dus je voegt hier een verticaal stukje toe en hier een horizontaal stukje. En die snijden elkaar onder een hoek van 90 graden, zoals je hier ziet. Dan noem je dit stuk hieronder de horizontale verplaatsing. En dit stuk noem je de verticale verplaatsing. Want als je een helling opfietst, dan ga je eigenlijk een stukje horizontaal en tegelijkertijd ga je een stukje verticaal. Als je dan het bijbehorende hellingsgetal wil weten, dan kun je gebruik maken van deze formule: verticale verplaatsing gedeeld door horizontale verplaatsing. En met behulp van deze formule kun je dus het hellingsgetal. Dus de snelheid van de helling berekenen. Nu we weten hoe we het hellingsgetal kunnen berekenen, ga ik je laten zien hoe je dat kunt doen als je wat meer informatie hebt. Ik heb hier aan de rechterkant even wat informatie toegevoegd over de horizontale verplaatsing en de verticale verplaatsing. En horizontaal leggen we 40 meter af en verticaal 9 meter. Met behulp van deze informatie kunnen we dan het hellingsgetal berekenen. Dus dan doen we 9 gedeeld door 40. En 9 gedeeld door 40 is gelijk aan 0,225. Dat is dus het hellingsgetal van deze helling. En in plaats van het hellingsgetal kun je het ook hebben over het hellingspercentage. Als je bij deze helling het hellingspercentage wil weten, dan moet je het hellingsgetal vermenigvuldigen met 100%. Dus wat je dan doet is je zet hem om in een percentage. Dus je doet 0,225 keer 100%. En dan kom je uit op 22,5 procent. En dat is dus het hellingspercentage van deze helling. Nu weten we dus hoe je een hellingsgetal en een hellingspercentage kunt berekenen. En dat is eigenlijk niet zo lastig, hè, zoals je net hebt gezien. Maar er zijn wel situaties te bedenken die lastiger zijn. En daarvan ga ik er twee met je bespreken. De eerste situatie die zie je hier staan. We hebben hier weer een helling. Van die helling weten we het hellingsgetal, die is 0,18. En we weten de verticale verplaatsing. Die is namelijk 70 meter. Maar de horizontale verplaatsing, die weten we niet. En die horizontale verplaatsing, die moeten we hier gaan berekenen. Hoe pak je dat aan? Nou, als eerste pakken we even de formule voor het hellingsgetal erbij. Dat was deze, hè? die hebben we net besproken. En wat we nu gaan doen, is we gaan die formule invullen voor de situatie die we hier hebben. Dus we hebben het hellingsgetal, die is 0,18. Dus dit wordt 0,18. En de verticale verplaatsing hebben we ook, want die is 70 meter. De horizontale verplaatsing weet ik niet, dus die laat ik gewoon staan zoals je hier ziet. En dan krijg je dus dit. En nu wil ik graag de horizontale verplaatsing berekenen. Maar hoe doe je dat? Nou, daarvoor kunnen we gebruik maken van een techniek die we aan het begin van het hoofdstuk hebben geleerd. En dat is de techniek kruislinks vermenigvuldigen. En het kruisingsvermenigvuldigen doe je altijd bij een verhoudingstabel. Dus wat we gaan doen is, we gaan eerst hier een verhoudingstabel van maken. Dus wat je dan eigenlijk doet, is: je zet hier gewoon van die strepen van zo'n tabel omheen. Dus de 70 komt bovenin. Deze komt hieronder. Die 0,18 zet je hierboven. En onder de 0,18 staat niks. En als er niks staat, dan kun je daar een eentje neerzetten. Nu zie je dus dat ik hier een verhoudingstabel bij gemaakt heb. En nu kan ik de horizontale verplaatsing gaan berekenen. Want daarvoor doen we het volgende. We gaan kruislings vermenigvuldigen. Dus je doet 70 keer 1. Dat antwoord deel je door het getal wat overblijft door de 0,18. En als je dat uitrekent, nou 70 keer 1 is 70. Even met de rekenmachine delen door 0,18 en dan krijg je 389 meter. En dat is dus de horizontale verplaatsing. En die kun je dus op deze manier berekenen. Dus je ziet dat je die formule gebruikt voor het hellingsgetal. En om dan de horizontale verplaatsing te berekenen, gebruik je de techniek uit het begin van het hoofdstuk over kruislingsvermenigvuldigen. Nu gaan we naar het laatste voorbeeld. En dat laatste voorbeeld is het lastigst. Van een helling is het hellingspercentage 14% en de horizontale verplaatsing is 560 meter. De opdracht is: bereken de verticale verplaatsing. Dus we moeten bij deze situatie de verticale verplaatsing gaan berekenen. Hoe pak je dat aan? Nou, het verschil met net is dat we nu het hellingspercentage hebben en niet het hellingsgetal. Dus eerst gaan we dat hellingspercentage even omzetten in een hellingsgetal. Daarvoor moet je die 14% omrekenen naar een decimaal getal. En dat doe je door die 14 te delen door 100. En als je dat uitrekent, kom je uit op 0,14 en dat is het hellingsgetal. Nu pakken we die formule erbij, die we aan het begin hebben geleerd. En die formule gaan we invullen voor deze situatie. Dus hier komt de 0,14 te staan. Die blijft gewoon zo en die onderkant wordt 560, want dat is de horizontale verplaatsing. Nu willen we deze uitrekenen. Nou, dan kun je hier weer een verhoudingstabel bij maken. Dus zet er zo'n tabelletje omheen. Onder de 0,14 zet je de 1. En nu ga je deze berekenen en dat doe je weer met kruislinks vermenigvuldigen. Dus je doet 0,14 keer 560. Dat antwoord deel je door 1. En als je dat uitrekent kom je uit op 78,4 meter. Nu hebben we het antwoord gevonden en nu zijn we klaar met deze vraag. Dus wat je zag bij dat laatste voorbeeld is dat je soms een hellingspercentage krijgt en je dat eerst moet omrekenen naar een hellingsgetal. Daarna kun je de formule die we beginnen hebben geleerd gebruiken. Je kunt de verhoudingstabel gebruiken om dit op te lossen, en dan heb je je antwoord gevonden. En op deze manier kun je dus rekenen met een hellingsgetal. Ben je blij met mijn video's? Abonneer dan op mijn kanaal. En wil je nog meer video's over dit hoofdstuk zien? Klik dan hiernaast. Tot de volgende keer!